Ja, klopt. Roy Silas is er wel. Ja. Silas? Ja, ja, ogenblik. We zijn nu in de war room van de VSB. Computers zijn geschonken door de Haagse Hogeschool. En ook voor een deel door de Hogeschool Rotterdam. En de bedoeling is dat deze computers de komende 6 maanden alles op het gebied van supply, input, production, output vastlegt. Dat we weten waarover we praten, hè? Ja? Ja. Evelyn is er gelukkig bij. Ja. Ja, zonder Evelyn hadden we natuurlijk weer een klein probleempje qua vervoer. Want hij is met de auto van moeder naar Sanderij gekomen. En we konden al die dozen in die auto laden. En we zijn relaxed teruggereden naar huis. En nu staan ze er. En we moeten opruimen, want de VSB is de grootste werkgeversorganisatie in Suriname. En dat moet er picobello uitzien hier, hè? Dat begrijp je wel. Anders heb ik problemen met mevrouw Doelwijd. En ze is streng, hoor. Ja, dus we gaan even door, hè? Ja, oké. Okay. Hey, welkom, man. Gezellig dat je er bent. Docent en ondernemer Roy Silos is terug in zijn geboorteland om samen met zijn Nederlandse studenten de Surinaamse tuinbouw te analyseren. De sector moet volgens Roy de katalysator worden van de economie. Het land is, gemeten naar bodemschatten, een van de 17 rijkste landen ter wereld. Maar toch leeft 3/4 van de bevolking in armoede. Ontwikkelingsgelden en consultants hebben de befaamde Surinaamse rijst en bananen niet van de ondergang kunnen redden. Roy wil afrekenen met die neocoloniale erfenis door nieuwe ondernemers klaar te stomen voor de wereldmarkt. Jongens, het rammelt een beetje. We praten hier van over een wasplankweg. Een wasplank was vroeger de mielen in Suriname waar je kleren kon wassen. Dat betekent die ribbeltjes op een stukje hout. En daar waste bijna alle Surinaamse huisvrouwen tot 1950, dacht ik, hun kleren. Als we zo rondkijken, zien we voornamelijk Indianen rondlopen. Het is een historische Indianendorp natuurlijk. Waarbij we nu zien dat de Indianen commercieel ananas telen. Die ananas werd geproduceerd, maar er werd niet gekeken naar de marktbehoeften. Nu hebben ze de lokale markt, dus Paramaribo met name, hebben ze al binnen. Er komt geen ananas uit het buitenland hier naartoe. Maar ze hebben totaal geen notie om op buitenlandse markt binnen te komen. En daar zijn wij voor. We moeten de logistieke keten, de goederenstroom, geruisloos doen plaatsvinden. We weten met name dat we iets van 15 knelpunten hebben in die keten. Dus we weten ook dat wanneer wij volumeus willen gaan exporteren, maar die 15 knelpunten moet je dus elimineren. Er moet een hele shift komen in die prioriteitsstelling binnen die agrarische sector van Suriname. Groente en fruit zijn nu eindelijk eens een keer aan de beurt voor aandacht van het ministerie. Ja. Het is eigenlijk afrekenen met de neocoloniale erfenis. We hebben die bananen, die rijst, eigenlijk opgedrongen gehad. Surinamers hebben de marketingmix niet bedacht voor bananen en rijst. Die zijn in Europa bedacht. Gewoon op die bulkmarkt deelnemen. Jongens, probeer zoveel mogelijk grondstoffen te leveren. Het is een traditioneel verhaal, dat kennen we wel. Hè? Zo draai je een koloniale economie. Nu hebben we besloten om zelf, na analyse, marktgericht te gaan telen. En dat gebeurt dus nu. We zitten echt in een cutting-edge fase, waarbij we afscheid nemen van deze neocoloniale producten en marktgericht gaan telen datgene wat die markt wil. En dit is hoeveel ananassen per hectare? Het is 2 hectare, toch? 10.000. 10.000 hectare? Ja. Ja. Dus dat is het ongeveer $4.000 per jaar? Ja, ja. En ik heb 2 ananassen gekocht en die kosten 8.000 gulden per stuk in de stad. Ja, dus ik wist wel dat die boer, als Jerry 7 of 6.000 gulden daarvan kon krijgen, maar dat kreeg Jerry niet. Jerry kreeg 1.000 gulden en dan klapt hij in zijn handjes en is hij blij. Ja, ja, ja. Ongekend, hè. Nee, dat zijn duidelijk dingen die moeten veranderen. Zo'n soort vergelijkbare ananas, hoeveel kost die in Europa nu? Als je het omrekent, die Costa Ricaanse zijn €2,30 bij Albert Heijn. Outlet. Het zijn kleine, Jerry, hoor je kosten die €2,30. Op dit moment, ik heb vorige week nog even gekeken. En dat zijn ananassen van een kilo? Ja, 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 dat mag blij zijn. Ja. Ja. Make money. Huh? Ja. Make money, Jerry. Een enorm verschil, hoor. En ze zijn niet echt lekker, hoor. Nee. Ik zuurig vind ik zelf nog. Nee. Ze zijn niet de ananassen waar die je na het eten even lekker kan opeten. Ja. Of de neiging hebt om er wat suiker bij te doen. Ja, precies.
Nee. Of wat honing of zo. Costa Rica? Ja. Nee. Ja. Hoe zie je het verschil? Is het een kwestie van de vorm? Ja, de vorm. De vorm. Mm-hmm. De inguinatie is erg konisch. Oh, die is die lange. Is die lange. Die stuger, die wordt prachtig oranjegeel. Helemaal. Als hij rijp is. En dat heeft appeal, dat trekt die vrouw aan. Die wil hem kopen. Die wil hem kopen. Sexy ananas. Hij is mooi. Alleen is hij nog een beetje te prijzig. Ja. Wat dan naar de Janon? Ja. Nu op dit moment is het best interessant om te zien. Dit is een product uit Guyana, daar zit suiker in. Sugarcane. Wij hadden Marienburg, we maken onze eigen suiker, we moeten nu importeren. Want het is failliet. Alles roest op dit moment op Marienburg. Hetzelfde verhaal met onze bananen, Zeeland weg. We moeten nog bananen importeren. Dat is ongekend. Maar wat je om je heen ziet is ook het plantagegebied waar zaken stilstaan. En zometeen gaan we de grootste bottleneck van deze omgeving zien, de bruggen die niet meer functioneert. Dus onze ananassen bederven aan de andere kant. Dus, het is helder, hè? Maar we gaan er naartoe, we gaan kijken hoe die Pierre Condré erbij ligt. Deze brug is geramd geworden door een boot. En heeft compleet zeg maar, het economisch leven ontwricht aan de andere kant van de rivier, dus richting Jolie Savannah. Waar de bekende Indiaanse dorpen Pierre Condré en Ingrid Condré liggen. Ik heb begrepen van een van de Indianen dat ze dus met hun ananastransport zulke hoge kosten moeten doen dat het niet meer feasible is. Dus het is echt een vraagstuk. Ik denk dat wij in ons project dat zaakje mee moeten nemen om te kijken in hoeverre we deze logistieke bottleneck in korte tijd kunnen opheffen. Want er ligt behoorlijk wat productie daar aan de andere kant. We zijn gestrand, de bus moet een andere job doen. We redden het niet om die plantages te bekijken die een beetje in verval raken vanwege het feit dat die brug niet lekker is. Dus we gaan op dit moment, hebben we besloten om te kijken in hoeverre een boot komt. We denken van wel, dat betekent dat hetzelfde bootje hier naartoe vaart zo meteen. En dat we regelrecht naar de bekende bottleneckbrug terug varen. En dat we dan met ons vervoer verder kunnen. Op dit moment zitten we nog in de restanten van een Sibibusi. Dat is echt een tropische regenbui. Het is ook heerlijk om in te staan om te baden hoor, of gewoon te douchen. Hey! Boot! Wegwezen! Hey, breng mijn tas mee nog. Weet je die damestas? Mijn zus geleden. Hey! Alle Surinamers zijn moe. Ze willen mij niet eens meer horen praten. Ze willen dingen zien gebeuren. Maar ja, je kunt niet alles laten zien zonder te praten. Wat wij nastreven is dat we dit jaar voorbeelden hebben. We knokken voor een paar nieuwe pilot-exporten. Bijvoorbeeld de ananasstroom vanuit het Powakka-gebied, regelrecht naar Europa. Kijken hoe zo'n pilot-export werkt. Kijken naar wat we beter moeten doen. Kijken naar reacties van Europese afnemers. En dat vertalen naar een stuk expansie. Dat soort dingen hebben we nodig. Surinamers zijn moe van mislukkingen. Ze voelen zich belazerd. Nee, maar wat is niet concreet? Er is nog niets concreets. Okay. Op het moment dat de eerste ananas weggaat, dan kunnen we zeggen van, hey, dit hebben we al door werk zelf. En dan kunnen we. En dan komt de peper, dan komt de tomaat en dan gaat het. Consultants verkopen lucht. Consultants hebben een slechte naam hier. Ze hebben eigenlijk de naam van graaiers. Tikinyang, zeggen we hier in Suriname. Kom, graai en ga weg. Surinamers hebben daar enorm veel ervaring mee en zijn er moe van geworden. Dus ik probeer het te compenseren door te zeggen, wij verkopen resultaten, werkbare resultaten en geen adviesrapporten. Die schrijven we ook niet. We gaan letterlijk met sectoren dingen doen. Armoede is
het resultaat van de manier waarop een gemeenschap zichzelf organiseert. Het is geen toeval. En dat wat de mensen georganiseerd hebben is nu daar voor iedereen te zien. En dat is dus armoede. Voorspoed is evenzo ook iets dat we met z'n allen kunnen organiseren. En dan wanneer we focussen op de bijdrage van de staatsbedrijven in onze republiek, economisch, dan is die bijdrage vele malen groter dan de bijdrage van de particuliere sector. De staatsbedrijven doen het, met uitzondering van één, Staatsolie, doen het over het algemeen allemaal heel slecht. Wanneer we nu het aandeel van de particuliere sector in de bijdrage van de economie groter maken dan het aandeel van de publieke sector, dan wordt de uitkomst groter dan 1. Dus je snapt, daar ga je altijd een multiplier effect krijgen. En dat is dus wat we noemen een kengetal om een economie, niet waar, te beoordelen. Wat zie je gebeuren op dit moment? Er is een spontane reactie vanuit het jonge kader rondom de 25 jaar, die zich hebben vastgebeten in dit dynamisch denken van het organiseren van nieuwe voorspoed. De behandeling die het land nu krijgt, verdient het echt niet. Dat is mijn overtuiging. Het kan op een snelle manier veranderen. En ik moet je eerlijk zeggen, ik mag 15 keer dood zijn hoor. Maar als deze donders van 25 jaar het zaakje doorzetten, komen we er toch. Wij praten niet over revolutie, want revolutie betekent iets op de kop helemaal omkeren, hè, op zijn kop zetten. Dat lukt nooit. Wij praten over evolutie. En dat is dus de communicatie en het dialoog die we hier met z'n allen voeren om heel systematisch te gaan naar wat we noemen de nieuwe republiek. Het moment dat je geen nieuwe economie in het land krijgt die leidt tot ondernemerschap of tot meer banen, dan is deze situatie in ieder geval redelijk stabiel, want mensen hebben niet direct honger, je hebt nog een salarisje. Dus wanneer je in staat bent om speerpunten te kiezen binnen je MKB en die economie, je particuliere sector gaat groeien, dan kan ik me indenken dat ik als ambtenaar me zou afvragen van, is het misschien niet eens handiger om een gemberteler te worden, of een heliconia-teler, of een tomatenteler, of whatever-teler, gericht op export. We kunnen niet allemaal weggaan hier. En zeggen van, we verhuren het land aan Koreanen of Singaporezen, wat ik af en toe cynische Surinamers hoor zeggen. Wat we hier zien is Surland na het faillissement. Je ziet alles onder water staan. Er is geen bloei, er is geen productie. Alles staat stil. De kabelbaan is niet in beweging. De wasserij aan die kant is ook helemaal stil komen te liggen. Geen personeel. Het was een bloeiend bedrijf, we weten het. Het was het tweede bedrijf na de Suralco. En dit is wat er van is overgebleven. De beelden zeggen het, volgens mij. Treuriger kan het niet. Ik weet ook nog dat er zelfmoorden zijn gepleegd door nadat de zaak achteruit ging, mensen zagen het gewoon niet meer zitten. Dag baas. Ja. Alles aan boem. Ja, mooi. Jij bent ook al toe? Hier. Ja? Te lang? Nee, nog niet. Nee, voorlopig niet. Nee. Maar je hebt wel gewerkt hier, hè? Ja. Ja? Hoe lang? Ja. Al bijna 1989 zo. Ja, heb je... Vroeger had ik wel hier gewerkt, maar door een probleem had ik die werk neergelegd. Ben je gestopt, no? Ja. Wat voor probleem? Was je ziek geworden? Of ja, ziek. Oh. Operatie. Ja, dan kon je niet door, dan kon je niet doorwerken, nee. Ik ga nog een beetje vissen. Ja, ik heb zie je, ik heb wel verwacht dat het een visgat geworden. Is een visgat geworden? Ja. Wat vang je dan, kukui? Ja, ik maak kukui krop, ja. Ja? Ja, man. Zo, pak een kukui dan. Ja. Ja, oh. Ja, oh. Om een kukui te maken, ja? Ai, Jim Tori. Een miljoen.
10.000 miljoen. Ik kan stoppen met de banabon. Ja, maar compleet begin maar. Jongens, 2000 arbeiders. Ja, 2000. Ik ben Rokodja, no? Ik ben Rokodja, maar. Ja, man. Is dat om mijn pinaat? Want toen 2000 arbeiders werken daar. In bereken alle de arbeiders bij af 3 of 10. Ja. Totaal over, bijna hoeveelheid. Ja. Je ziet dat, de maipina, ja man. Maar dit ben bij de draaiboe. Ik ben draaiboe, no? Ja man. Oké. Alle voorziening ben boem goed, ja toch? Ja, no? Ja man. Je moet wel zorgen voor je de arbeider, no? Ja, zeker. Maar toevallig lukken ze heeft ze. Samsa eigenlijk aan het bedrijf. Mijn man tegen ze staan aan het proberen. Jullie begrijpen, no? Ja man. Plotseling de man tappen, man. Jongen, we vangen je vizier, hè? Ja. Tralies mee kon je aan op je kerry kui. Ja, zeker. 100%. Oké. Ja, toch? Allerlei verhalen toen de ronde, hoor. Ja, mismanagement, het niet strategisch aanpakken van vraagstukken. Kostenstructuren die absoluut niet in de gaten werden gehouden, et cetera. Dus op al dat soort dingen had je tijdig moeten inspelen. Dat doe je dan niet en dan houdt het op. Wanneer ik praat over de Nederlanders, dan zeg ik dat de Nederlanders op de ene manier ook mede verantwoordelijk is voor de situatie die we nu hebben. Want waarom moeten we per se land bevloeien en arealen onder water zetten voor een hoop rijst of voor banaan, terwijl we eigenlijk niet eens een SWOT-analyse hebben gemaakt van onze eigen omgeving, waarbij we dus marktgerichter zouden kunnen gaan telen om in de omgeving iets te bereiken. We hoeven niet per se op een Europese markt alleen te opereren. Je kunt in een en-en-situatie zitten. Nou, dat soort dingen heeft men nooit overwogen. En dat vind ik jammer. Geen enkele ondernemer is in staat hier wegen te bouwen, havens te bouwen, vliegtuigen te charteren. Dat moet je doen in overleg, in samenwerking met je publieke sector. En we gaan als Surinamers zoeken naar oplossingen om het hoogste doel te realiseren. Dan weet ik dat wij onze Surinaamse logistieke prestaties radicaal kunnen opvoeren en compatible worden op de wereldmarkt. Oké, hola. Men zegt altijd in Suriname, je stopt een bezemstok in de grond en dat ding begint te groeien. En dat klopt ook wel. Alleen moet je er ook rekening mee houden, dat vergeet men te vertellen, dat het onkruid net zo hard meegroeit. En de insecten zeggen ook, hou ook rekening met mij. Klopt. Ja. Nou, wij hebben hier een hypermodern laboratorium. De planten worden onder de meest ideale omstandigheden in het lab gemaakt. En daarna moeten ze naar buiten en dan moeten ze eigenlijk met het echte leven beginnen. En wil je aan alle regels voldoen, dan ben je genoodzaakt eigenlijk om in een kast te gaan werken. Om eigenlijk je klimatologische omstandigheden ook een beetje in de hand te hebben. Dat is de reden waarom we hier een kast gaan bouwen van 1000 vierkante meter. Men wil in Europa een levend product hebben, maar men houdt er geen rekening mee dat het een levend product is. Het moet eruit zien als plastic, maar het moet leven. Wat inhoudt, de bladeren moeten allemaal heel mooi groen zijn. Je moet planten leveren met minimaal 17 stammetjes. En de natuur doet ook zijn werk natuurlijk. De ene keer geeft hij 17 of meer en de andere keer geeft hij 12. Dat betekent dat je die palma moet afkeuren. Dit is bijvoorbeeld een van de palmen die we dus exporteren. Je ziet dat het wortelstelsel beschadigd is. Het is er ook vanaf gesneden met een hakmes, wat je daar kunt zien. En daarna wordt die opnieuw ingepot. Deze palmen worden onder andere bij IKEA heel veel verkocht, maar in Nederland met name. Ja, eigenlijk in heel Europa, Duitsland, Zwitserland zijn ze heel geliefd. Het zou best een qua management een beetje modelbedrijfje kunnen zijn voor onze sector, min of meer. Ze hoeven niet allemaal zo groot te zijn, want je kunt ook samenwerken. Maar qua aanpak en de flow managen tot en met de importeur in het buitenland. Ja, daar kan je hiervan leren. Snap je? Ik wil bijna zeggen dat ik niet één boek kan schrijven, maar twee boeken. Het is iedere dag alle hens aan dek. De dingen die ik nu vertel, het klinkt allemaal zo gemakkelijk, maar het is ontzettend moeilijk.
Om een voorbeeld te noemen, jullie hebben net een container gefilmd. Die container staat al een week in de haven. De Nederlanders die hier zijn om die kas op te bouwen, die zijn hier ook al een week. En ze kosten mij gewoon geld, want ze zijn hier gekomen voor het werk. Wat bleek, die brug net hiervoor, die was kapot. En ik ben 4 weken met de staat bezig geweest of ze die brug willen repareren. En dat doen ze niet. Hey, maar Tony, wat about die logistiek? Want ik kan me voorstellen, paal mag groeien. Je resource is in orde, maar nu even het land uit. Toen ik begon, heb ik natuurlijk eerst dat onderzocht. Van hoe zit het? Nou, het zag er goed uit, omdat je een fruitschip had dat hier kwam voor de lokale bananenplantage. Om bananen op te halen en die kwamen wekelijks. En ze deden er ongeveer 10, 11 dagen over om van Paramaribo te varen naar de haven Vlissingen. Dat is dus snel genoeg. En helaas is dat bedrijf gesloten, dus die bananenplantage vorig jaar. En vanaf dien komt dat fruitschip ook niet meer. En zijn de logistieke problemen behoorlijk groot geworden. Met die verstande dat ik heb in december palmen gestuurd. Men had mij gegarandeerd, binnen 22 dagen is die boot in Europa. En ze hebben er 47 dagen over gedaan. En al mijn palmen waren dus volledig kapot. Jij voelt die ellende natuurlijk, elke dag. Maar we zitten met een transitievraagstuk waarbij het niet snel genoeg gaat, dat weet ik. Maar dat kost meer tijd. Dat... Ze luisteren wel naar je. Ja, ja, goed zo. Ja. Echt, het is... We hebben bij, even kijken hoor, douane zijn er 2 mensen, meneer Polen en meneer Hammen, vrijgemaakt voor dit project. En we gaan werkbijeenkomsten voorbereiden. Maar kijk, het is meneer best... Polen, ja. Vandaar dat mijn containers nog stukken sneller binnenkomen. Nee, serieus. Ja, meneer Polen. Ik heb me de laatste tijd verbaasd erover met de snelheid, over de snelheid waarmee ik mijn containers binnenkreeg. Ja. Ja, en meneer Polen moet tekenen, heb ik begrepen, en hij tekent heel snel. Het is ook awareness, mensen moeten het begrijpen. Het kost je tijd hoor, je moet het altijd weer uitleggen. Het is een Surinaams vraagstuk. Ja. En we, Surinaams, ik heb een oplossing ervoor. Roy for president. Ik ben niet lekker. Roy is een zeer, zeer, zeer positieve man. Hij ziet, naar mijn mening, alles rooskleurig. En ik denk dat hij misschien daardoor culturele bottlenecks van ons Surinamers over het hoofd kan zien. Omdat hij niet gelooft dat iemand zo'n project dat in het belang is van de Republiek, van de nieuwe Republiek, kan saboteren. Ik ben een dromer, ik ben gek op dit land. Maar ik hou ook realistisch rekening met een complete mislukking. En zelfs dan heb ik geen pijn. Waarom? Het therapeutisch gehalte van dit project moet je niet onderschatten. Wij Surinamers die voortdurend met elkaar bezig zijn op alle niveaus, maar nooit gedurfd te hebben om structureel naar elkaar te kijken en te zeggen laten we samen iets maken van dit land, hebben nu de kans om in die spiegel van dit project te kijken en jezelf af te vragen, een soort zelfaudit van wat wil ik met mijn land doen? Het feit dat deze jonge mensen letterlijk ook in het concept geloven en daar energie, tijd en geld in stoppen, is voor mij meer dan de overtuiging dat dit niet kan mislukken, want hier zit het nieuwe kader van het land. Dat wil ik gewoon stellen. Zij zijn de toekomst. We gaan verder met die Surinamers die van dit land een land willen maken om trots op te zijn. En ik ben er één van. Ik voel me gesteund hoor. Ik voel me echt niet alleen. En ik weet dat het lukt. Voor meer informatie surft u naar internet. nieuweconomischpeil.nl. Volgende week: is globalisering de oplossing voor de wereldwijde armoede? Jonge economen geven hun contrasterende visie. The same countries that are economically free are most often also politically free. And the third map is actually quite interesting as well. That's a map over consumption of Coca-Cola. And actually we can see the same correlation. In countries where people consume a lot of Coca-Cola, they also have a good chance of having democracy and a free market.